Het inline-skate-seizoen is aanstaande. En woensdag zal de eerste wedstrijd plaatsvinden op de baan in Medemblik. Thuishaven van zowel Sjoerd Huisman als zijn nieuwe ploegmaatje Simon Schouten. Simon maakte een enorme sprong op de marathonladder en werd begeerd door veel ploegen, maar koos voor het team van de Andijker. Een en ander betekent tevens dat er in de zomer op de wieltjes geschaatst gaat worden. En dit was de gelegenheid om Schouten en Huisman te vragen hoe de vlag ervoor hangt. Met name Sjoerd, die herstellende was van een ongemak dat hem vorig seizoen uitschakelde. Hoe hangt die vlag ervoor? Nog geen idee natuurlijk. We hebben nog geen koers gehad. Dus het is nog moeilijk te zeggen, maar we zijn weer langzaamaan begonnen. Enorm zware training gehad met Simon vandaag. En het begint erop te lijken. Het lichaam is weer fit? Ja, het lichaam is weer fit. We zijn weer, weer aan de bak. Nee, het is weer begonnen en we gaan langzamerhand de draad weer oppakken. De trainingen hebben we weer achter de rug. Een paar weken rust gehad na het schaatsen. En nu klaarmaken. 30 april rijd ik mijn eerste wedstrijd in Oldebroek. Koninginnedag. Dat is een mooie gelegenheid om eerst de koers te rijden. En daarna gaan we zien waar ik kan rijden en waar ik fit voor ben. Ja, want je moet weer helemaal opnieuw beginnen. Geen baancompetitie gedaan vorig jaar. Nee. WK, EK, NK, alles ging aan je neus voorbij. En nu? Ja, nu is het even afwachten. Ja, wat ik zeg, eerst maar kijken hoe het ervoor staat. Ik hoop dat ik die jongens bij kan houden. En dan, als dat het geval is, dan wie weet meer. Ja, we hebben een behoorlijke verbouwing in de ploeg. Er is het een en ander vertrokken, het een en ander nieuw personeel in de ploeg. Ja, het zal weer even wennen zijn, maar ik hoop dat we de gaten kunnen opvullen. En het is natuurlijk zonder dat er een heleboel vertrokken zijn. Want je hebt eigenlijk net een band opgebouwd met de hele ploeg en iedereen weet wat je aan elkaar hebt. En nu kunnen we langzaamaan weer opnieuw beginnen eigenlijk. Ja, Simon hebben we erbij. Ja, dat is ook niet de minste. Dus we hebben evengoed goede jongens teruggehaald en ik hoop dat we evengoed weer kunnen knallen. Ja, een totaal nieuwe uitdaging. Ik heb hartstikke zin om met een nieuwe ploeg van start te gaan. En hoe het eruit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk. Maar ik hoop dat er snel meer duidelijkheid over komt. Het skielerseizoen gaat van start. Waar ga jij beginnen? Ik zal de eerste wedstrijd missen. Baancompetitie. Alleen daarna zal ik zo spoedig mogelijk instappen. Volgende week richting Frankrijk om te fietsen. Dus je gaat buffelen in de bergen? Dat is wel de bedoeling. Eerst een paar dagen wat rustig en daarna gaan we flink op los. Wat ga jij van Sjoerd Huisman leren met het skileren? Ja, Sjoerd is natuurlijk heel ervaren. Ik weet zeker dat ik heel veel over tactiek van hem kan leren, maar ook qua snelheid. Hij is natuurlijk heel rap en moet ik eigenlijk ook worden. Dus eigenlijk wil je net zo'n stap maken op inlineskaten als in het schaatsen? Ja, dat klopt helemaal. Dat is een mooie uitdaging. Ja, daar moet ik hard voor trainen waarschijnlijk. En het is mooi dat ik nu samen met Sjoerd kan trainen. En hopen dat ik er veel van kan leren dan ook.